Als we het mogen hebben over de politie, en dan laten we praten over operatie Veilig Suriname. We weten dat er is aangegeven in de media dat deze operatie verscherpt gaat worden, inspecteur. Wat kunnen we daaronder verstaan? Dus laat me u zeggen dat de operatie slechts een verscherping is op dat wat regulier al geboden is aan de politie. De politie is belast met de ordehandhaving, het voorkomen van inbreuken daarop. Ja, vindt u allemaal terug in ons politiehandvest. Maar u moet zich even indenken dat de afgelopen anderhalf tot bijkans twee jaren, dat de focus van de werkzaamheden door COVID enigszins is verplaatst. Dus van daadwerkelijk onderzoeken. Niet dat er niet werd onderzocht, niet dat er niet werd opgespoord of wat dan ook. Maar de focus van een ieder, ook die politieorganisatie, was enigszins verplaatst naar dat wat de wereld in zijn griep houdt op dit moment, COVID. Dus die organisatie die bij wet aangewezen is om te zorgen voor die ordehandhaving, moest op een gegeven moment terug naar de core business. En aan de hand daarvan is deze operatie opgezet. En worden er handelingen gepleegd die misschien vreemd lijken, maar het zijn de normale handelingen die... We zijn terug naar de basic, laat me het zo zeggen. Ja. De COVID-situatie heeft een bepaalde greep gehad op haast alle lijnen binnen die sector. Ja, zeg maar. Inderdaad. KPS in dit geval. Maar overal hoor je dat zo, dat COVID een bepaalde greep heeft gehad. En nu zegt KPS, wel luister nog guys, nu moeten we terug naar onze core, we moeten terug naar onze basis. En dat is veiligheid garanderen naar die samenleving toe. En wat kunt u ons vertellen, wat zijn de resultaten tot op dit moment? De resultaten die zijn van zodanige aard dat onverlaten die met het idee leefde dat COVID dus de mond nakt in slag, dat wij ze toch wel hebben kunnen verrassen. Ja. Ik moet u aangeven dat er een bepaalde focus is hoor, voor wat betreft deze operatie. En die focus, als we het afgelopen kalenderjaar in ogenschouw nemen, dan zult u hebben gemerkt dat we enorm veel verkeersdoden hebben gehad. En het resultaat van 2021 was dat we dat hebben afgesloten met 93 rouwende familieleden. Ja, 23 slachtoffers in het verkeer. Mensen die niet hebben gevraagd om het artsenleven te verlaten. De politie die heeft verkeersacties opgezet deze afgelopen dagen. En ik mag u zeggen, er zijn heel wat boetes uitgeschreven voor wat betreft de verkeershandhaving en de verkeerscontroles. Als we kijken in de richting van de inbraken, de surveillance, die is wederom in verhevigde mate opgevoerd. Omdat Lugowisva dat je woning verlaat om land en volk te dienen. Of ik zoek op ching, want je money naar doorzij voor ik kan onderhouden je gezin. En dat onverlaten, ik kies een dollar in dit akkoord dat ik mogen naar beslag drapen. Dus de politie die heeft de surveillance landelijk, ja, zowel in de ochtend, de middag als de avonduren, geïntensiveerd. Ja. Feestgangers, zo kies je, vooral afgelopen weekend. Kijk, de periode waarin we leven, hoe allemaal een lobby, een lobby, een lobby, een plezier. December, if you want strafwasser naar man, kan je heer jari, kan je tamen voor jaris revie,
in het Wama Next. Ja, ja, ja. Maar in december, ja, dat na Atenza Sernama Wang, die was Tapayari, op Libide Hebina Baga. Maar de situatie in Saoedi en COVID, situatie niet laten toe dat die omen Libisma kan kunnen Wang. Er is een presidentieel besluit uitgevaardigd die het samen zijn van een bepaald aantal mensen verbiedt. Dat is een interessant voedsel. Koto moest voorkomen en drie op hoe de ondergeschikte naar bevoegd gezag. Koto kan dat niet, nee, hoe niet doen niks. Afgelopen weekend onder andere hebben we vooral bij die Opoyari Vissers. Ja, ik kan zo de plaats doen om midden elkaar de pressie, want we moeten de plaatsen en personen beschermen. Ja. Maar waar de optredens of de politie moeten optreden, de Hannover, Stolkersijver, omgeving, Nieuwer gevonden weg, ja, die bar, de naam kan ik, maar ja, dat zullen we even laten. Nee, dat gewoon de Flora, ja, het, er zijn heel wat locaties waar er gefeest werd en de politie het feest heeft moeten stoppen. Dat is de opdracht naar de politie toe. Ja. Naar Skoto, heb je het erop? Een man doet dat. Ja, ja? Mensen die het niet zo nauw namen voor wat betreft het produceren van overluid muziek. Het is geregeld in de politie strafwet. Overluid muziek. Je hebt geniet van pokoe, maar zomaar tegen je dat je buurvrouw of je buurman geniet mee voor het trangen pokoe die je produceert. Ja, de politie is ook daar moeten optreden. De eerste keer was het een waarschuwing. Ja, we hebben vaak genoeg de geluiden gehoord als dat scooter komt, scooter niet trip. Maar een bepaalde procedure de. Een bepaalde procedure de. Scooter komt en waarschuw. Stop. If you think that you want to go, this school to go, you want to go to the kans baga, this school to go baga, that school to nano want to have a kijk. We take apparatuur in beslag. En dat is gebleken. De foto's die zijn er, of het bewijsmateriaal is er. Geluidsinstallaties in beslag nemen. Ja? Een andere focus dat er was de afgelopen tijd, is de focus op hangmensen. Vroeger hadden we hangjongeren. De man en ik zei, doet de manting. Ja, prefaman, goede productief bezig gaan ozo. Amai bopeite ozo, voegos don't apa uku. Voegos teri, ome wadje, reipsa. Ja, if buurvrouw, ik bopeite ozo. If buurman, ik ka ozo. Ja, amai gewoon, mama, ik bopeite ozo. Voegos don't apa uku, el uku links, rechts. Dat hadden we vroeger. Maar tegenwoordig, als het komt breed uit, we hebben dat jongen dat je biggest mass revi. Biggest mass revi, bigaro. Ik bobo uit de ozo. Ik was doluku links, ik was doluku rechts. Ja, af verbod op samenscholing de. Had de geregeld in een wetboek voor strafrecht. En skoto moest treop. Na skoto, abi jede in die zin. Ja. Skoto moest treop. Ja, en dan Obe Abi, zaken die te maken hadden met drugsharden, de drugscriminaliteit, mensenhandel. Nanga, wat de moeder mooi zijn samen, ja, dat na den kwaimang, de man die doet dat niet, is dan praktiseren dat hij nooit Lantinootjes ding, wel een lijst elkaar door heel binnenkort. Of in principe een lijst dikke ba. Ja, maar je moet denken dat je in een organisatie structuren de leiding de openbaar ministerie de, ja, die moest goed goedkeuring eten. Ja, en ja, hoe is dat zijn de bij je allemaal doen. Maar een lijst voor de most wanted ones, dat die elkaar door. Oh, nee. En dat, ik hoop dat je een samenleving zou je poenen.
Nee, maar alleen voor assistent bij de voorzitter, dat hij bij een lijst van Most Wanted, ja, Abedekba. Mr. Ja, Team, Abedekba. Abedekba. Gewelddadig, ja, man, precies. Foto RD, signalement RD. Dus helemaal. Samenlevingsreef, kan je vrienden om aan je tak, nu zijn jaren. Ja, ja, ja. En dat mag ook een jeetje. Precies, precies, precies. Abedekba. Mm-hmm. Maar, Lexabe Tegi, Mode Ederkba, vanaf maart, in ieder geval bijkans 2 jaar terug, ja. Dan gewoon was Siki Kong. Tek a heersan Abranagono Tapu en. De man bij Abib Chiso vrij spel. Ja, nog vrij spel, want niet dat scoot nu bij Rocco Schrijfstrijd. Ja, ja. Nee, maar toe bij water. Precies, maar situatie bij DP. Ja. De man heeft bij Chibri Chibri, Lolong, Dok Dok, ja. Maar we gaan terug naar onze situatie en we gaan tegen de man. Ja. Inspect, even kijken wat er is gedaan en even kijken naar de operatie die ze want we hebben een woordvoerder voor de operatie die ze dus doen. We buiten orde, maar even kijken wat er is gedaan. Inspect, dat toch hoe breed je naar uitleg die ze, maar je volgt social media dan. Eigenlijk scoot er een konvrij uit, want de weer is dat die scoot er een verliezen op bepaalde hand en spandiensten, toen het COVID zijn. Dat hoort er jouw scoot toe, scoot er jouw oor, scoot er schrijven, in de fout op tien zo toe. Ja. Ook kies bepaalde informatie. Ook kies bepaalde informatie. En als dan nog schiet hij ook niet Jimmy, die knap ja zo noemen we. En mij heb ik voor als dan hij precies net een keer voor naar Borgo wang ik gewoon in en met bepaalde low foto. Maar ja. Wat heb ik vaak die onderzoek af? Mino sabapresi, mij kiezen informatie, maar mino sabapresi. Aan betreffend scoutman die een jura ord. Mij zat er vaak voorzichtig voor mij taxen jazo en later kon blijken dat je ontdekt een zo van wat dan was. Nee, we begrepen. Iets is de wereld in geholpen. Ja. En er zijn bij de politie zijn er instanties. Die belast zijn met onderzoek van. Ja. Ja, en ik stel voor dat we op dit moment dit even zo laten. En te zijner tijd, als de leiding vindt dat er sancties moeten volgen, dat is een beleid van de leiding van KPS. Ja, precies. In het verlengde daarvan, inspect, als we kijken naar bijvoorbeeld, want u zegt, dat project zegt het al. Verscherpen van de core van de politie en we kunnen verwachten dat er roadblocks zullen komen, dat er acties zullen komen op straat. En we weten nog dat de politie, ik noem het maar zo hoor, ik zal het juiste woord aanhalen, maar de politie was in de clinch geraakt met de burger, of althans met iemand, met een burger in de samenleving, en waarbij de burger aangaf van luisteren, maar wie ben je? Ja, je hebt de uniform aan, maar ik weet niet wie je bent. Ik ken je weer een uniform, toen toch de collega me op bij zo'n spreken. Ja. Hoe is dat gedeelte geregeld? Oké, het verloop van dat onderzoek, ik kan ook niet zoveel erover zeggen. Waar ik over kan praten, zijn de beelden die ik onder ogen heb gehad. En ik kan slechts van deze positie uit, kan ik beide partijen slechts adviseren. Ja. Kom leg je uit, kom leg Haborgo uit. De politieambtenaar, nee. Stel, je zou over straat zijn. Je verplaatst je plaats A naar plaats B. En plots zijn je door een situatie bij E. Je ziet dat je denkt, hé, scout je bezig. Je ziet van een gestrijpt voertuig. Je kan lees het tegenwoordig. De man schrijft op wat dat op alle dingen die zo'n auto. Afdeling of een soort. Ja, klopt. Ja, waar het voertuig aan toe behoort. Je ziet dat je dat een landticket tegen plaat enzovoort. Je ziet hem in een of grijs uniform en in de middag en de nachtelijke uren. Ja, de toestemming is gegeven om het blauw uniform aan te trekken. Zo, een moment zeg je een dergelijke situatie. Dat in feite dan bijna in half twijfel moro dat je dat even naar scooten of even naar scooten. Het moment zeg je dat je dat allerlei zo toe. Vriendgedragingen die niet passen naar
naar een normale verschijning voor een scoutambtenaar, dan kunnen de twijfels ontstaan. Zo, het moment dat scoutubes stop je, like Borgo, dat mijn actie aan Borgo, niet dat Borgo nu aan recht is, Borgo aan recht voor actie als scoutman, met wie heb ik te maken. Maar even je chani gonna in haar richting bijna als een muskoges want sanctie zijn wat collega op het pas koud man dat if ama no jening you know jama de bescheiden you ne doas koud man ex as koud man die het is bij wet geregeld dat even a actie aborgo dat hij mag van uw rijbewijs nummerkeuring en verzekering ter inzage hebben. Want daar gaat het om. De stukken moeten ter inzage worden afgestaan. Ja? En ik vind dat jongen dat Johan Weiger, je mag verweiger. Ik was goed, maar actie, meneer, wie bent u? Wat is uw naam? Enzovoort, de actie, a personeel, ja, in een wangeng. Jum sabi, lek borgo. Dat hij als handregel, ja, dat hij als koopman om na te trekken wie hij voor zich heeft. Dat hij u mag overbrengen. Ja, zodat de hulpofficier de inspanningen pleegt of doet plegen om na te gaan wie u bent. Wie houdt wie op? Dus in dat case die zie, logo scouten naar deel van samenleving. Scouten naar deel van samenleving. Naar mij sa, naar mijn chimbrada, mijn nevo, mijn tante, mijn omo, mijn familie, uw familie. We zijn deel van die samenleving. Alleen die controle is overgelaten aan de politieambtenaren. En meer dan dat, als een samenleving streeft wanneer een veiligheidsgevoel zijn, de enigszins gebaar, de afgelopen tijd, we zijn alleen een beetje verrast geworden met wat, met inbraken, misdragingen in het verkeer enzovoort. If a samenleving treft een actie van voor een veiligheid, dat u aan de kiezen moet veilig, dan we actie als samenleving ook toe. If aan een muzo, die als koudbang, sa ama actie u. Ama no actie mo. Mino, dit is koudbang actie money, draai het ook. Ja? Mino, ama no actie money. Ja, ja. Ja? En if dat heb sa. Dat samenleven ook tussen pen en go. Ja. Als koud maar actie, de stukken die behoren bij het voertuig en of de persoon die zich op dat moment over straat bewegen. Ja. Verder ja. Dat gaan ze door, gaan ze niet. Ja. Ja. Dus eigenlijk, met zoveel woorden probeert u aan te geven, inspect. Fasa nogo, moro, langa beren, want hij guapos enzovoort. Liever die stukken ter inzage als koud in Korea. Precies, precies. Of je keur of je no keur. Dat zijn de handel af. Precies, ja, ja. Precies. Ja, ja. En ook toen een collega, ja, logo naar mijn collega, om doen roko, om zorgen je veiligheid in Akondre. Ja, ook toen een collega met actie in een optreden, misabi dat een optreden voor de man is over het algemeen rechtmatig. Dat u sabi. Een optreden over het algemeen is rechtmatig. Ja, ja. Maar ook toen de collega met actie, dat jongen, dat je. Ja, look hoe je allerlei soort Libisch man kunnen tappen. Zij maar voor mij. Miso, mina trobi. Ja, wat ga strati. In af actie, Mr. Strevi, boem je schrijven. Ja, ja. Boem je schrijven. Ja, dus. Laten we zijn deel van die gemeenschap. Noem ik die onnodige confrontatie. Kom, hoe doe je dat? Hoe doen we zo? Hoe gaan we zo op elkaar? Ja, inspect, in het kader van hoe we rondaf even, maar toch moet ik een stellen vraag eens even. Wanneer mag de politie geweld gebruiken? Wat is aan dit toegestaan? Dat na de aborgo, onder andere wat verzettingsstrift tegen aanhouding. De aborgo is even die aanleiding. Logo. Scoto in rechtmatig optreden, wij halen een praktijksituatie aan. Ja. Man knapo na wispe. En scoto kom, scoto stop, scoto tijd dat je dat meneer of mevrouw, amai gebied je
wilt u die richting opgaan? Dat je nog een tijd aan het doen, dat je nog een tijd aan nee, ik ga die richting op. Als koude op beweeg je, ga je in een bepaalde richting. Je weet niet, ik ga richting aan mijn senigo, naar richting voor je nog een keer bij je bankeer. En het moment dat je gaat verzet je schrijven tegen aanhouding of anderszins, dat als koude man natuurlijk. Als goed man ook, gewoon direct bam, 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 bam. Nee, dat ook doen we maar voor psa. Er is een procedure, er is een geweldsinstructie. Pisa, alles goed man, sabi. Ja, waar ze aan zouden moeten voldoen voordat er geweld aangewend wordt. If a borgo, eji als goed man een aanleiding, dat is goed man, abif broko, a geweld. Ja, ze a borgo, denk je voor kop passen toe aan dat moment dat hij na de man moet dat pas tapas straat die na vast vijf jaar in kong na precies zoals koud toe abif pichiu attack rukari of jouw attack rukpichi maar bij wijze van spreken bijvoorbeeld koud ik aan voorbeeld tap me ja koud ik mepsa hanas les gue dat is koud toe stop me de hoed aan de kant, zo. Dan moet je eerst dat je schoot hem af zijn. Maar ik heb het niet aan zei, dat ik ook geen wampje woordenwisseling, dat ik wampje zijn van, dat schoot me eens, van mij eerder. Nee, maar Arjino, en dat naast aan die toch abrasa met takito. De onnodige discussie, logo. Lek zijn betekent je moet eerder. Als schoot naar deel van gemeenschap, bieberra. Hoor rekening, dus als schoot moet staan professioneel. Dat wordt verwacht van die politieambtenaar. Maar moet staan professioneel. Mami garo, met tegen jou, even ama stop jou, als koud man of als koud vrouw stop jou, en ama het doe een roko. Waarom gaan we voor een situatie, voor onnodige uitleg, onnodige De evaluatie, er wordt in principe op dagbasis wordt er geëvalueerd. Ja. En er volgt een algehele evaluatie. En daar zal bepaald worden, gaat de operatie gecontinueerd worden of dat er een stop aangebracht wordt. Want, waar ik niet over heb gesproken, wat maakt deze operatie zo speciaal? Als slagkracht voor schoten komt, zo moet op ergens eind december, want zo taktakje bij kwartak damanschappen, dank die dan dat die. Dus we hebben de ondersteuning tegenwoordig van het Nationaal Leger en de BBS. De evaluatie die algehele evaluatie die plaats zal vinden, zal moeten aangeven of de noodzaak nog aanwezig is, de andere diensten erbij te houden en dat wij verder gaan met onze core business. Ja, dus 22, ik zou dat niet zo vasthouden. Ik zou eerder dat wat regulier geld voor de politie vasthouden en dat scooten het aan de Europa. Oké. Inspect voor rond dat gesprek schuit af. Heeft u een oproep naar de samenleving toe? De samenleving, ja, die
Een samenleving, we begrijpen een samenleving vaak genoeg. Je nou, je abi wawa man die vertoont wat je zo deviant gedrag. En na de banda die leggen asmet naar de totale schiet zijn na samenleving. Skoto, uno, mitakeng ba, wat deel voor een samenleving. Wij zijn de aangewezenen die moeten zorgen voor de binnenlandse veiligheid, de interne veiligheid. We moeten handhaven, we moeten zorgen voor dat de orde en handhaven in een kondre. Mijn actie als samenleving, ook toen in het jaar 2022, vooral de man die het wat je ewan ries, ik denk dat je ontdekt straat in we actie de man, dat hangen van toe dat die. Dat hangen van toe dat die. De man die abi trapraxeri fugo brokosma ozo. Migaro, ala sei de man meki stong, ben me meki stong, Fabi e meki stong, gogo ye pi show stong, ya, de man pa ibudra kara. Ya, go duwa productive sani. Mek se nan kan konferoid, en dan, unen weru sref edes.